Dag, fijn dat jullie kijken. Mijn naam is Levi, ik schrijf gedichtjes en ik wil het even kort hebben over empathie. Want mensen praten, voelen, zien en bewegen. Maar denken aan de gevoelens van een ander, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Want de momenten dat we haten, dat we joelen, dat we klagen, misschien dat we ons onvoldoende verplaatsen naar wat het voor een ander betekent, want dat gebeurt steeds vaker. Zeker in de tijd waarin we leven. Zijn dat de negatieve gedachten of de aannames? Is het omdat we onvoldoende weten of is het de verveling? En trekt daar iedereen zijn eigen mening omdat we vinden dat we onvoldoende leven? Waardoor we elkaar steeds vaker napraten, maar de echte boodschap missen. Natuurlijk, ik snap ook niet altijd de beslissingen en ik ben sowieso geen voorstander van verplichtingen. Maar laten we kijken naar het grotere plaatje in plaats van wijzen naar de verschillende richtingen. Want jij bent jij, ik ben ik. En er zijn nog zoveel anderen. En ik zal jullie vertellen, dat gaat ook nooit veranderen. Maar het kan helpen als we elkaar misschien vertellen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Want dan komen jij en ik een stukje dichter bij elkaar en laat je stem horen. En is dat dan meteen de oplossing? Nee, natuurlijk niet. Maar je laat weer wat zien. En zodra je laat zien dat het je daadwerkelijk wat doet. Als het dan ook de ander dan wat doet, dan wordt de kans dat er iets mee gebeurt groter. En daarmee wordt de wereld een stukje mooier. En dat is empathie. Dankjewel. Dankjewel, Levi. Beste mensen, welkom bij deze talkshow. Talkshow waarin het thema is verleden en identiteit van horen. Deze talkshow wordt georganiseerd naar aanleiding van stadsgesprekken die de gemeente Horen heeft geïnitieerd om vanuit haar inwoners te horen hoe zij kijken naar het verleden van Horen, het hier en nu van Horen, maar ook over hoe ze Horen zien in de toekomst als inclusieve stad. Empathie en een stukje dichter bij elkaar komen zijn daarbij van belang. Dus ik hoop dat dat na aanleiding van de stadsgesprekken gaat gebeuren in de stad. Maar ik hoop dat we daarmee ook al kunnen beginnen hier aan tafel. Mijn naam is Mirjam Kilic. Ik ben een van de co-hosts van deze talkshow. Ik ga jullie straks voorstellen aan Aaron. Misschien de mensen thuis zien dat niet, maar wij zijn vandaag te gast bij Damte College, opleiding media en theater. Deze talkshow wordt georganiseerd en opgenomen door leerlingen die vervolgens ook hierop gaan afstuderen. Hoe mooi is dat? Damte College. Aaron, ja. Jij bent ook student of leerling in Horen. Ja, wat maakt dat jij nou mee aan tafel zit in plaats van buiten op een terras? Goede vraag allereerst. Mijn naam is Aaron Drost, ik ben 18 jaar. Ik zit op het OSG West-Friesland, ook in Horen. En mijn doel is om bodybuilding kampioen te worden. De reden dat ik meedoen aan deze stadsgesprekken is omdat ik het heel belangrijk vind dat we problemen in Horen aanpakken. Zelfs nu ik vind dat Horen best wel een goede stad is, in vergelijking met andere steden in andere landen, zijn er toch nog dingen, weet je wel, die echt nog diep in Horen verzegeld zijn. En die ik denk dat daar echt nog wel problemen liggen die opgelost moeten worden. Dus dat is de reden waarom ik... Mooi. Ja. En het thema is het verleden van Horen en identiteit. Daar gaan we met onze gasten over praten. Hoe kijk jij, of wat weet jij over het verleden van Horen? En hoe kijk je naar de identiteit van Horen nu? Allereerst het verleden van Horen. Dat Horen echt een grote bloeiende stad werd met economische welvaart. Was in de Gouden Eeuw. En hoe dat is gekomen, komt natuurlijk door slavernij en landjepik in andere landen. Voor welke kost heeft dat nou gedaan met de omgeving, met de mensen? Dus dat komt echt terug. Dat zie je ook in Horen, in de binnenstad. Maar ook in de huidige tijd zie je dus dat er verschillen zijn huizenbouw, zeg maar, waar mensen terechtkomen die bijvoorbeeld niet uit Nederland komen.
En ja, daar komt dus ook weer dat idee van identiteit van Hoorn terug. Want uiteindelijk gaat de identiteit van Hoorn om de mensen. Wat voor mensen zijn er? En wat voor meningen hebben zij? En daarom vind ik het ook leuk dat we een hele uitgebreide groep hebben hier zitten aan tafel. En heel leuk dat jullie hier zijn, trouwens. Dus ja, dat is mijn antwoord. Dank. Zullen we een rondje doen, ja, om te horen hoe onze gasten over waarom zij zich, wie ze zijn, maar ook waarom ze meedoen aan de stadsgesprekken? Nou, begin met jou. Hi, ik ben Mijntje van de Fluit. Ik ben 16 jaar en ik zit ook in Hoorn op school. 5 VWO. En ja, ik doe eigenlijk mee omdat het me een hele leuke ervaring leek. En ik vind het ook gewoon leuk om te horen hoe andermans perspectieven zijn over de stad bijvoorbeeld en de identiteit. Dus ja. Oké, okay, mooi. Leuk, leuk. En u? Mijn naam is Jack Heuvekemeijer. Ik ben 64 jaar. Ik woon 33 jaar in Hoorn. Ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Wij wonen hier samen met 4 meiden die wel allemaal op zichzelf inmiddels wonen en 4 kleinkinderen. Ik heb 10 jaar in de muziek gewerkt. En vervolgens ben ik wat anders gaan doen, ben ik wat door Europa gesworven. En that's it. Nou, leuk, leuk, leuk. En Jack, waarom doe je mee met de stadsgesprekken? Ik vind het heel interessant om vooral te horen wat de jongeren denken van hoe zij hun stad straks zien. Welke ontwikkelingen zij graag zouden willen zien in deze mooie stad. Mooi. Ja. Mooi, mooi. En van jou hadden we ook al wat gehoord net aan het begin, maar kun je nog wat meer over jezelf vertellen? Ja, ik ben Levi Noé, ik ben 29 jaar, ik kom uit Hoorn, ik woon hier eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben ontzettend trots op mijn stad, dat allereerst. En ik vind het heel fijn dat ik hier gewoon over mijn mooie stad mag vertellen. En ik heb net zoals jij ook wel gewoon een bepaalde kijk op wat er misschien verbeterd kan worden. Ik vind dat Hoorn sowieso heel goed daarin al bezig is. Met heel veel, ja, dingen waarvan ik vroeger dacht van dat moet echt komen, maar dat komt ook nu. Dus daar ben ik heel blij mee. Kan je daar een voorbeeld van geven? Het stadstrand dat het er komt. Als je ziet hoe het Kerkplein bijvoorbeeld vernieuwd is. Als je nagaat wat ze nu op de Westerdijk gaan doen. Ik vind dat, ja, zeg maar, dat zijn hele goede punten waarin Hoorn meekomt, zeg maar, eindelijk ook. En natuurlijk gaat er een stukje oudheid weg, maar ik denk dat we juist dat moeten gebruiken om juist weer dingen misschien daar te creëren wat over vroeger ging. Dat vond ik goed. Heel leuk perspectief ook. Ja. En u? Yes. Ja, ik ben Adam Nasiri, 25 jaar oud. Geboren en getogen in Hoorn. Zelf ben ik docent privaatrecht aan de Hogeschool van Amsterdam. En ja, de reden waarom ik hier aan meedoe is, ben medeoprichter van de Stichting Grenzeloos Hoorn. Met een vriend van mijn vader. En wij werden vanuit daar door de gemeente benaderd om hieraan deel te nemen. En toen ik de onderwerpen zag, ja, dat sprak me aan. En okay, op die manier. En ja, wat doe je dan met die stichting? Wat is het doel een beetje? De stichting is eigenlijk, we houden ons bezig met 2 zaken. De vriend van mijn vader, die houdt zich met name bezig. Die werkt samen met de gemeente Hoorn, het Leger des Heils. Met verslaafde, ex-gedetineerde, dagbestedingen. En ik zelf hou me bezig met huiswerkbegeleiding. En het coachen en begeleiden van scholieren. En mbo'ers. Okay, ja. Dus jij bent bezig met de toekomst van Hoorn. Precies, ja, de toekomst van, ja, Hoorn, inderdaad. Mooi. Top. En u? Ik ben Bert Krabbedam. Ik ben opgegroeid en geboren in Rotterdam. Na een diensttijd in Amsterdam, na mijn diensttijd in Den Haag, heb ik 40 jaar in Amsterdam gewerkt. En ik woon hier nu 42 jaar in Hoorn. En een van de redenen dat ik in Hoorn terechtgekomen was dat ik in Amsterdam geen huis te vinden was. Dus, ik heb er 2 jaar gewoond aan de Overtoom. En ik moet eerlijk zeggen, ja, in Hoorn, dat begint natuurlijk dat je daar in het weekend bent en dat je werkt ergens anders. Maar juist die kern van Hoorn toen al, als je uit een grote stad komt, altijd in grote steden geleefd, ja, dan heeft Hoorn toch iets van een stad. Ja, aan de andere kant moet ik wel zeggen, na 40 jaar zeg ik, ja, nu de laatste tijd gebeuren er wat meer dingen. Het is natuurlijk een ontzettend groot gebied geworden. Ja. Veel uitbreidingen ook, goed inderdaad. Zin, ja. En ik vond een briefje op mijn mat. Ik was uitgeloot als een van de weinige mensen om mee te doen. Ik denk, nou, ik ben geen nee-zegger. Dus vandaar dat ik hier eens aanschuif. En eens kijken wat de mensen ervan vinden. En dan kan ik misschien eens vertellen wat ik er ook van vind. Ja. Nou, wij zijn heel blij dat je geen nee-zegger bent. Ja. Nee, natuurlijk niet. Dus. Oké. En u? Nou, ik ben Dillian Broekman. Ik ben docent geschiedenis op de OSG. Ik heb
Mijntje heb ik ook 2 jaar geleden les mogen geven. Sinds vorige week ben ik inwoner ook van Horen. En ik heb eigenlijk in Horen heel lang zelf ook op school gezeten. Ik heb zelf in de binnenstad gewerkt bij verschillende horecazaken. En eigenlijk altijd aan Horen blijven plakken. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik hier nu in Horen mag wonen en dat ik hier nu zit. Oké. Mooi. Dus we gaan het hebben over het verleden. En jullie weten waarschijnlijk dat vorig jaar zijn er protesten geweest rondom het standbeeld van J.P. Koen. Dat was ook aanleiding voor de gemeente om deze gesprekken te organiseren. Om met de inwoners in gesprek te gaan over het verleden, over het hier en nu, maar ook vooral ook over de toekomst. Er is onlangs een onderzoek uitgevoerd in Horen. Misschien hebben jullie daar ook een oproep voor gekregen. En daar zijn de inwoners ook gevraagd om hun mening te geven over hoe zij, wat zij vinden van, of ze trots zijn op Horen. Trots zijn op de identiteit van Horen, trots zijn op de cultuur van Horen en trots zijn op het verleden. Jullie zien dat niet, maar de deelnemers thuis, de kijkers thuis, die zien het wel. Die zien de uitkomsten van de antwoorden op die vraag. En daaruit blijkt dat een heel groot deel van de inwoners van Horen trots is op het verleden, heel groot deel neutraal is en maar een klein deel het of niet weet of daar het niet mee eens is. En mensen mochten ook aangeven, mochten ook woorden geven aan hun mening. En dat is wel interessant, want dit zijn dus 2 verschillende beelden. Een van de deelnemers zegt, het verleden zit me dwars. Er moet meer voorlichting komen over hoe Horen aan zijn rijkdom kwam. VOC is niet meer iets om trots te zijn. En tegelijkertijd heeft een andere inwoner gezegd, Horen heeft een prachtige geschiedenis met de VOC, die niet vergeten mag worden. Deze mensen hebben onze stad groot gemaakt. Dus ja. 2 verschillende perspectieven. Hoe kijken jullie eigenlijk een beetje naar die uitkomsten van die 2 verschillende perspectieven? En wat zouden jullie zelf hebben ingevuld? Wil jij beginnen? Ja, ik wil best beginnen. Okay. Ik vind zeg maar dat het gesprek moet meer gaan over dat beeld. Waarom hij er staat. Het is een kant, in plaats van dat we kanten kiezen. Dat is wat er, vind ik, op dit moment gebeurt. Ik vind wel, jij vindt niet. Wel eens niet dus. En dat is niet de uitkomst. We moeten juist met elkaar, denk ik, in gesprek gaan van, oké, wat wil je dan met dat beeld? Wil je dat beeld houden op het plein? Zou je dat beeld misschien willen verplaatsen naar het Westfries Museum? Want daar is gewoon een hele grote tuin voor, bijvoorbeeld. En er zijn daar mensen die zich uiteindelijk niet welkom voelen op dat plein. En dat vind ik wel pijnlijk voor mijn stad. Want ik vind dat iedereen die op de rode steen staat, daar zich veilig moet voelen en niet naar iemand moet kijken of als ze denken, dat is niet mijn vertegenwoordiger. Ja. Ik denk dat het gesprek gewoon veel meer plaats moet vinden in plaats van het wijzen. Hoe denken jullie daarover? Nou ja, ik denk toch, kijk, ik heb net al gezegd, je woont 40 jaar in Horen en naarmate je daar natuurlijk wat langer zit en je bent wat ouder inmiddels en wat meer grijs haar geworden, heb je ook wat meer meegemaakt. Je bent wat meer in het buitenland geweest. En alles bij elkaar krijg je dan natuurlijk wel een beeld. Ja, het gaat niet alleen om Horen voor Horen. VOC heeft heel Nederland groot gemaakt. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, kijk, natuurlijk, mensen die geen goede dingen doen, dat is natuurlijk altijd verkeerd. En als ik zo over Jan-Pieter Koen nadenk, dan zeg ik, ja, de man is 42 jaar geworden. Hij is in 87 geboren. Ik heb natuurlijk het een en ander over gelezen nu, de laatste tijd vooral, omdat je hier aan meedoet. En die man die is op zijn 13e, is die door zijn vader naar Rome gestuurd en heeft hij boekhouden geleerd. Nou ben ik op mijn 15e begonnen met boekhouden te leren, dus dat heeft een parallel. Maar aan de andere kant zeg je dan, oké, 13 jaar en een jaar of 6 later gaat hij al naar een gebied daar in de tropen. En ik begreep dat hij daar 3-4 jaar was. En maak mee dat die hele bende daar ook overvallen wordt en dat er in zijn gezelschap de leider wordt geloof ik vermoord en nog wat andere zaken. Dat is zijn eerste ervaring in het buitenland waar hij 4 jaar meegaat in een wereld die natuurlijk vol met gevechten zit. De Portugezen, de Engelsen, de Nederlanders. Het is gewoon, gewoon vechten. En ook, vergeet het niet, ze hebben daar natuurlijk ook een andere godsdienst. Hè? Dus op een gegeven moment zijn er een hoop dingen die wij vanuit nu, 400 jaar later, de man die komt terug in Nederland, gaat daarna terug en krijgt de leiding over
zo'n expeditie en hij heeft allerlei ideeën en die worden nog uitgevoerd ook. En inderdaad doet hij natuurlijk daar ook geen goede dingen. Hè. Dus je plaatst het in de context van de tijd? De tijd, zo, absoluut. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo, ja, wie hebben die ervaring die die man heeft en wat gebeurt daar? En natuurlijk zijn er mensen die toen ook vonden dat hij het niet goed gedaan had. En ook mensen die vonden dat hij het wel goed gedaan had. Adam, hoe kijk jij hiernaar? Of, want jij bent een soort van de toekomst. Ja, is hoe dat kijk zo? Jij naar het verleden? De vaatrechter, zei ik al gelijk. Ja, nou ja, ik sluit me eigenlijk meer aan bij Levi. Bij wat hij net aangeeft. Maar ja, zelf vind ik, ja, persoonlijk vind ik ook natuurlijk ja, dat beeld van Jan Pieterszoon Koen, hoe dat dan op de Rode Steen staat. Zoals Levi aangeeft, mensen vermijden de binnenstad. Mensen vinden het aanstootgevend. En ik vind juist heel belangrijk dat in een tijd waarin we nu leven, waarin ja, diversiteit en inclusie van de samenleving van belang is, dat er ook naar dit soort zaken uit het verleden moet gekeken worden die andere mensen pijn kan doen. En ja, ook natuurlijk de plaats waar het staat, midden op de Rode Steen. Ja, waar alle terrassen, bij eigenlijk ja, de terrassen van de binnenstad van Oren staan. Ja, nou ja, als je een drankje wil doen met het mooie weer en ja, je kijkt naar het beeld en ja, het roept toch wel iets pijnlijks op. Ja, dan snap ik dat er wel hier wat aan gedaan moet worden, vind ik persoonlijk. Want ik was zelf ook aanwezig bij die protesten, bij die demonstratie van vorig jaar. En ik zag ook een hele hoge opkomst, zowel jong als oud. Dus ik denk ook wel dat het erg leeft onder de inwoners van Oren. Ik wil ook nog wel wat, want ik heb daar net over uitgesproken net. Ik vind eigenlijk, kijk, het feit dat we het er nu over hebben, komt onder andere omdat het beeld er staat. Hè. Als je natuurlijk zegt, van, we halen dat beeld weg. Ik vind, centraal op de Rode Steen is misschien, gezien de discussie, en er een aantal mensen zijn die dat gewoon niet prettig vinden. Zeg, nou, zet hem een beetje aan de kant. Maar hij blijft zichtbaar. En dan blijft ook, je kan je dan, je kennis verrijken en zeggen, wat heeft die man gedaan en wat is er gebeurd? Want er zitten natuurlijk inderdaad twee kanten aan. En de slechte dingen, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand zegt van, nou, ik vond dat prima. En de goede dingen, ja, ik denk dat die toch ook niet vergeten mogen worden. Dus eigenlijk is het een beetje het algemene blik erop, is het beeld staat er wel een beetje ja, afstootgevend voor bepaalde mensen natuurlijk. En het idee is ervan, dat het beeld er nog wel blijft, maar dat de meeste mensen denken, nou, ik wil het beeld toch eigenlijk ergens anders neerzetten, nou, liever niet in de Rode Steen. Ik weet niet of de meeste mensen dat denken, maar in ieder geval, deze drie mensen hebben nu gezegd wat ze ervan vinden. Ja, ja, kijk, wat van belang is, vind ik persoonlijk, is dat standbeeld. Hè. Het dient sowieso op een andere plek gezet te worden, want de uitstraling die het nu geeft, en ja, de tekst wat erbij staat is alsof het paradepaardje van Hoorn is, de trots van Hoorn. Terwijl eigenlijk dat beeld genuanceerd moet worden. Dus zelf zou ik denken van zet het op een andere plek, maar geef ook de volledige context van Jan Pieterszoon Koen. Vertel gewoon het gehele verhaal, dus ook inderdaad wat de meneer naast mij zegt, van hè, ook de negatieve zijde ervan. Dus belicht het kolonialisme. Precies. Maar zorg wel dat we leven in een andere tijd, dus verplaats het beeld. Precies. Heb ik nog een vraag daarover? Want dit zijn gevoelige onderwerpen, hè? Het speelt in Hoorn, maar het speelt op meerdere plekken waar er beelden staan van mensen waar we nu anders tegenaan kijken. Het gaat inderdaad over het verleden. Nu kijken we anders tegen dingen aan. We kunnen met elkaar het verleden niet veranderen. En als we alles van het verleden waar we nu anders over denken zouden veranderen of weghalen, is mijn vraag. Wat hou je eigenlijk weg van je identiteit en je verleden? Ja. Hebben jullie daar een beeld bij? Want het gebeurt altijd, hè? In de tijd ga je anders dingen denken over onderwerpen. Je moet het wel plaatsen in de tijd, denk ik. En ja, ik ben wat minder van het verleden, behalve dan dat het iets is wat gebeurd is. Feitelijk of niet feitelijk. Het staat in geschiedenisboeken of niet in geschiedenisboeken. En ik ben het helemaal eens met Levi. En dat is dat we dingen moeten leren ervan. En, wat we er zeker van moeten leren is dat het niet tegen elkaar opzetten daarom. Want het zijn maar gedachten die in je hoofd zitten en het is maar een bronzen beeld. Meer dan dat is het niet. En ik snap heel goed dat mensen daar bij gevoelens bij kunnen hebben. Maar die gevoelens die zitten hier. Die maak je zelf. En
En je kan gewoon ook denken, oké, het is een beeld. Laten we leren van wat er is geweest. Plaats het in die context. En daar ga ik met jou mee. Ik zeg van ja, als die man nu geleefd had, zou die dan hetzelfde doen? Ik denk het niet. Ik ben ook wel benieuwd naar de Dillian. Zijn dit onderwerpen die bij jou, want je bent ook docent geschiedenis. Klopt. Komt dit onderwerp in de klas terug en hoe praten jullie daarover? Zeker. Dit onderwerp komt ieder jaar in de tweede klasse terug. We hebben ook voor zowel de HAVO als de MAVO afdeling een praktische opdracht die gericht is op het VOC en het Gouden Eeuwverleden van Horen. Waarbij leerlingen zelf de stad in gaan en onderzoek gaan doen naar verschillende monumenten. We dagen ze daarin wel uit om niet alleen betrouwbaar onderzoek te doen, maar ook om een genuanceerd beeld te geven. Wat we ze daarbij ook meegeven, dat is wat ik hier ook hoor, is je mag daar een mening over hebben, maar het is niet aan ons om te oordelen over het verleden. Dat in het verleden is, dat is in het verleden gebeurd. Het is in een andere tijdsgeest gebeurd, in een totaal andere situatie, in een totaal andere wereld. Vanaf dat moment heeft de wereld zich verder ontwikkeld. En je moet voorkomen dat geschiedenis daarom misbruikt wordt om een bepaald standpunt te kunnen verstevigen. We hebben dat in de 19e eeuw gezien, toen het nationalisme heel erg opkwam en ook in Nederland het VOC-verleden, het Gouden Eeuwverleden, gebruikt werd om een nationale identiteit te vormen, identiteit te schapen. Daar zijn we nu van aan terugkomen. We zeggen van ja, dat klopt niet, dat is een veel te optimistisch beeld. Het gaat erom dat je een genuanceerd beeld geeft in de juiste historische context. En dat je daarbij aandacht besteedt aan, wat we net ook al horen, waarom staat het, is dat beeld ooit neergezet? En hoe denken we daar anno 2020, 2021 over? En als je die vergelijking kan maken en daar een dialoog over kan voeren, en zo'n monument, of dat nou J.P. Koen is of alle andere monumenten in Nederland, kan benutten als zijnde een educatief iets, als educatief materiaal om mensen daar informatie over mee te geven, ja, dan denk ik dat je van een probleem juist iets maakt wat je kan, van een probleem een asset maakt. Dus iets wat je kan benutten. Okay. Ik heb even, ja. Misschien Nijntje. Misschien Nijntje. Ja, want jij bent dus op pad gestuurd en je bent ergens mee teruggekomen in de tweede klas. Ja, eigenlijk wel. En ik denk trouwens ook, dat beeld staat er natuurlijk en er was een reden dat dat beeld er kwam. Maar ik denk dat we het niet per se als een verheerlijking van J.P. Koen moeten zien, maar meer dus echt als een educatief iets. Net zoals dat we altijd elk jaar stilstaan bij 4 mei, omdat we gewoon willen dat dat de jeugd dit ook meekrijgt, zodat het niet nog een keer gaat gebeuren. Dus als we langslopen bij J.P. Koen, dan volgens mij weet iedereen wel wat voor afgrijzelijke dingen daar zijn gebeurd. En ik snap dat het de sfeer natuurlijk ook een beetje kan verpesten bij al die terrasjes en zo. Omdat heel veel mensen dus daar ook een achterliggende gedachte bij hebben. Maar om het nou helemaal weg te halen, dan ik weet niet. Misschien gaan we het dan ook iets makkelijker vergeten of zo. En dat moet echt niet gebeuren, omdat dit zo... Maar misschien moet hij niet in het midden staan. Want ik moet je zeggen, het heet een rode steen. En daar werden volgens mij koppen afgehaakt daar. Hè? Op een rode steen. Ja, misschien nog even terug naar het verleden. Want Mijntje zei, er zijn sommige dingen gebeurd in het verleden wat we niet mogen vergeten. Ja. Wat is dat volgens jou? We willen eigenlijk gewoon bij die dingen die in het verleden zijn gebeurd, die we niet mogen vergeten, gewoon zorgen dat we door het niet te vergeten, het niet nog een keer opnieuw laten gebeuren. Dus bijvoorbeeld met de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt eigenlijk nu op het moment ook in China. Maar doordat daar niet de aandacht op ligt, dan kunnen we daar ook niet echt iets aan doen. En aangezien we bijvoorbeeld wel over de slavernij nog heel veel aandacht aan besteden en 4 mei en dat soort dingen, dan onthouden wij hoe vreselijk dat was en dat wij dat echt niet opnieuw willen. Omdat het gewoon niet ook menselijk is wat er toen gebeurde. Ja. Dus eigenlijk zeg je, door het probleem te belichten, kun je er beter over praten en kan je eigenlijk een oplossing zoeken samen. Want dat is onze beste voordeel zo van de mens, dat we samen kunnen praten over problemen en dat we samen deze problemen kunnen overbruggen, dat we ze kunnen verslaan. Zeg maar. Ja, net zoals wat Dillian zei, dat het gewoon educatief gebruikt kan worden. Het beetje twee, hè? Dus aan de ene kant voel ik zeg maar educatief, we moeten leren van het verleden, maar er zit ook pijn. Ja. Misschien is het goed om ook bij die
pijn stil te staan. Want kan een van jullie iets zeggen over wat is de emotie of wat is de pijn? En misschien niet zozeer, want het standbeeld is een standbeeld, hè? Dus je kan hem weghalen. Ik weet niet of dan alle pijn weggaat. Of moet je dan, gaat het niet alleen om, gaat het om een standbeeld? Of gaat het eigenlijk het verhaal daarachter van de pijn? En moeten we daar misschien iets mee? Ik denk sowieso dat het een maatschappelijk dingetje extra is. Ik bedoel, als jij al ziet hoe erg er gereageerd wordt op zoiets als Zwarte Piet en hoe lang dat al doorspeelt, dat wordt geprojecteerd op iemand als J.P. Koen. Voorstander zegt, nee, niet ook al J.P. Koen. En de ander zegt, ja, maar dat is de tijdgeest. Ja. Ik denk dat dat in ieder geval iets maatschappelijk is wat er ook bij komt, zeg maar, kijken. In deze hele discussie in ieder geval, wat de afgelopen jaren gevoerd wordt. Ja. Merk ik tenminste. Ja, dat is wel interessant, want de rellen zijn ook ontstaan naar aanleiding van Black Lives Matter. Hè? Adam, kan jij daar iets over zeggen? Want jij was er ook bij. Wat is het gevoel? Wat is de pijn? Rellen, ja, dat ligt ook nog natuurlijk weer wat genuanceerder. Het was gewoon een goede demonstratie. Het was gewoon goed verlopen. Alleen, er was een klein opstootje met de ME. En toen is het daar misgegaan. Dus het is niet dat mensen daarheen gingen om te rellen. Het was met wat voor een gevoel waren mensen daar? Nou ja, ik denk wel pijn. Ook erkenning, denk ik. En inderdaad pijn? Dat er over gepraat moet worden. Sorry? Jack wil weten welke pijn. Welke pijn? Nou ja, het verleden. Ik bedoel, waar J.P. Koen om bekend staat. De negatieve zijde. Mm-hmm. Maar het was ook een demonstratie die breed getrokken werd. Hè. Ik bedoel, Black Lives Matter. We weten ook wat er toen in de Verenigde Staten is gebeurd. En dat is waarover wordt gepraat. En ook wat Levi net aangeeft. Mm-hmm. Zwarte Piet. Het is wel iets wat hedendaags nog steeds voorkomt. Mm-hmm. Dus als ik me moet verplaatsen in die mensen, dan kan ik die pijn heel goed voelen. En kan ik het ook begrijpen. Maar weet je, ik denk wel dat de laatste 30 jaar, de media zijn allemaal ontstaan en iedereen kan zijn mening gewoon ongenuanceerd neerzetten. Of dat nou wel een goede mening is of niet, gaat het niet om. Er wordt zoveel gecommuniceerd en op een gegeven moment, wie leest wat? Die ziet door de boom het bos niet meer. En ik kan alleen maar zeggen, er zijn echt wel belangrijkere dingen in de wereld. Als je zegt van nu, we hebben het over zaken die in het verleden in de relatie tot toen natuurlijk schrikbarend waren, maar in die tijdsgeest van toen was iedereen aan het vechten. Als ik nu kijk naar nu, dan zijn er geloof ik 2 miljoen mensen in Syrië afgeslacht. Er worden 1 miljoen Oeigoeren worden daar die verdwijnen waarschijnlijk. Ja? Ja. Bedoel, waar hebben we het over? Dus wij leren niet zoveel, denk ik, over het verleden. We gaan straks verder over het thema identiteit, wat natuurlijk ook heel veel raakvlakken heeft. Maar eerst iets anders. Ja, we gaan nu luisteren naar een liedje. De muzikale inbreng vandaag komt van Susanna Mangar. Susanna is een Molux-Nederlandse zangeres met liedjes die recht uit het hart komen. Ze heeft haar sporen ruimschoots verdiend. Zo scoorde ze in de jaren 90 samen met Party Animals maar liefst 3 nummer 1 hits en zong ze in de Amsterdam Arena ter gelegenheid van het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Vandaag zingt ze het nummer Bappa Jagaria. En het lied gaat over een situatie waarin haar Molukse vader zich bevond toen hij naar Nederland kwam. Jagaria is de oernaam van Aru, het eiland waar haar vader is geboren. Ze bezingt in dit lied ook de liefde van haar moeder voor haar vader. En doet dit in het Maleis. Dit liedje is overigens samen geschreven met Arnold van Dongen en die bekend is van Ilse de Lange en Marco Bozzato. We gaan even luisteren naar Susanna Mangar. Zou het zijn, maar je ging niet meer terug.
Dankjewel, Suzanne. Prachtig. Ik heb vanochtend tijd gehad om even kort met Suzanne te praten. Suzanne Na. En zij vertelde me dat haar vader in Nederland terecht is gekomen omdat hij de verkeerde boot heeft genomen. Dus hoe bijzonder waar het lot je brengt. Dankjewel, Susanna, voor je mooie inbreng. We gaan verder met ons gesprek. En we gaan het hebben over identiteit. En dan met name de identiteit van Horen. Wat is de identiteit van Horen? Zien jullie die veranderen? Of hebben jullie die zien veranderen in de loop van de jaren? En misschien ook wel, waar zie je de identiteit van Horen bij jezelf? Even als voorbeeld, Bert, wij hebben een gedeelde geschiedenis. Ik ben ook geboren getogen Rotterdammer. Identiteit is niet lullen, poetsen, mouwen opstropen. Dus dat, zo ben ik ook een beetje. Jij bent inmiddels, jij woont al jarenlang in Horen. Ik ben benieuwd, hoe kijk jij, wat is volgens jou de identiteit van Horen? En hoe zie je dat bij jezelf misschien ook al? Ja, nou ja, wat je zegt inderdaad, grote stad waar je in opgroeit. Horen heeft voor mij vanaf het begin wel een kern, hè? Een oude kern. Ik heb me nooit zo in het begin, ja, zeker niet bezig gehouden met de geschiedenis van Horen. Want ja, daar wist je wel wat van, maar... En Horen, ja, als streekfunctie natuurlijk vroeger agrarisch, hè, de veemarkt. Hè, en vooral natuurlijk een hoop landerijen hieromheen. Vroeger had je de grote veiling, hè, die is 40 jaar geleden is die in de brand gegaan. En tegenwoordig gebeurt alles via internet, dus er is geen handelsplaats meer. Hè. Horen heeft geen handelsfunctie. Het is meer een forense stad natuurlijk, hè, voor een groot deel. En het goede van deze tijd, hoewel er ook slechte dingen aan zitten, is dat de mensen nu veel vanuit huis werken. Dus je krijgt hier toch nu wel impulsen dat er gewoon meer bedrijvigheid gewoon in Horen zal plaatsvinden. En mensen hebben ook wel zoiets van, nou, minder reizen, toch ook wel lekker. Ik heb natuurlijk jarenlang in de file gestaan. Om zo'n naam te noemen, eindelijk is er een tweede Koentunnel. Ja. Daar maak ik geen gebruik van meer, zowat. En natuurlijk, die streekfunctie is goed. Het brengt mensen naar je toe. En wat ik zie als een gezellige markt en dat soort dingen, die moeten natuurlijk gewoon de identiteit van Horen blijven zijn. Hè. Het moet een plek zijn waar mensen naartoe komen. En inderdaad, of je nou op een terrasje zit, moet je je natuurlijk ook goed voelen. Hè. Dan moet je natuurlijk niet op een plek komen waar je niet wil zijn. Ja. Maar aan de andere kant zeg ik ook van, ja, jongens, die winkel in, winkels en de nering die er is, het gaat natuurlijk niet de goede kant op. Dus, dingen zijn aan het veranderen. Ja, het gaat, dus wat wordt Horen in de toekomst? Ja, ik durf er niet veel over te zeggen natuurlijk. Leef jij? Nou ja, het zeker. Als zeg maar Horinees, hè? Ja. Want jij bent Horinees. Ik heb dus toen wij hiermee begonnen te horen gekregen dat je Horinezen hebt en Horenaars. Misschien kan je daar iets over zeggen. En ook over de identiteit van Horen. En wat is die volgens jou? Ja, ik zal eerst even uitleggen wat een Horinees is en een Horenaar. Een Horinees is gewoon iemand die hier geboren is. En iemand die een Horenaar is, die is hier komen wonen. Ja, vind ik kort. Dus Adam is ook een Horinees. Ja, denk ik wel. Kom je weer geboren hier? Ja, dan wel. Ja. Zo. Ja, over de identiteit van Horen. Ik denk in ieder geval dat wij heel blij volk zijn en dat we bepaalde evenementen bijvoorbeeld hebben waarop we elkaar altijd zien. Bijvoorbeeld iets als Lappendag, daar komt jong en oud bij elkaar. Dus ik denk dat er altijd terugkerende thema's zijn waar een stadsfeest is ook een heel goed voorbeeld. Ik bedoel, vind maar eens een stad waar je allemaal muzikanten bij elkaar kan trekken, waar je een heel weekend, een heel programma door de hele stad kan vullen. Dus dat zegt iets over onze saamhorigheid. Want er komen natuurlijk ook heel veel mensen op af. Maar aan de andere kant is ook wat je zegt, die winkelstraten die worden steeds leger. En ik, als jongen, zeg ik je heel eerlijk, er valt niks te shoppen in Horen. Vind ik zelf, zeg maar. Ik denk dat die panden steeds meer aan het verdwijnen zijn. En ja, eigenlijk vind ik dat een doodzonde. En zeg je daarmee dat zeg maar de identiteit van de kern aan het veranderen is, omdat de bedrijvigheid of de levendigheid, want wat komt er in de plek terug? Nou, ik vind bijvoorbeeld zeg maar ons culturele ding wat al speelt, is een bibliotheek, is een blauwe schuit, is een muziekschool, is een Park Schouwburg, is een manifesto. Maar ik vind eigenlijk dat het heel ver van elkaar vandaan zit. Mm. Ik zou, als je dat zou koppelen, bijvoorbeeld achter het station, ik noem maar iets. Je investeert dat bij elkaar, je maakt een mooi cultuurcentrum, want ik kom op heel veel plekken waar ik mag optreden en dingen mag doen. En dat is echt ontzettend interessant om naar te gaan kijken, want je maakt ook zeg maar voor de toerisme het interessanter om iets te gaan creëren, waardoor er meer mensen naartoe komen. Zeker als het stadstrand er nog straks komt.
Dus ik vind dat dat soort dingen, zeg maar, horen. Er wordt geïnvesteerd in heel veel goede dingen, wat je zegt, in ieder geval de laatste jaren, denk ik. Maar ik denk dat in dat geval dat er nog een hele grote winst te behalen valt. Hmm. Maar nu we het erover misschien hebben. Even Dillian als nieuwe inwoner. Hè? Als, zeker. Want soms is het beter, soms kan een buitenstaander dingen beter zien. Wat zie jij? Wat is de identiteit van Horen? Ik ben natuurlijk jarenlang van buitenaf ben ik hierheen gekomen. En wat mij altijd bovenal is opvallen Horen is dat ik altijd welkom ben geweest. Maakt niet uit waar je vandaan kwam of wie je bent of wat je doet. Je bent welkom in Horen. Het is goed dat je er bent. Als je gezellig mee wil doen is dat nog mooier. Maar de poorten staan eigenlijk voor iedereen open. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van de identiteit van Horen. Het hele wezen van wat er in de stad gebeurt, dat verandert de jaren heen. Maar als dat principe boven water blijft staan, dat iedereen hier welkom is en dat je mag zijn wie je bent, dat is voor mij Horen. Heb je ook wel eens, heeft iemand hier aan tafel ook wel eens ervaren van dat dat niet zo is? Dat je niet welkom bent? Jack? Ja, ik zit er even over na te denken. Mezelf niet. Voor mezelf niet. Ik merk wel. Of merk te wel. Er zijn wel her en der wat vooroordelen, maar dat is menselijk, hè? Dus dat kom je overal tegen. Dus ik weet niet of dat nou specifiek iets voor Horen is of dat dat gewoon de mens is. Ik ben wel heel erg voor een hele open maatschappij waar iedereen welkom is die met ons mee wil doen om er iets moois van te maken. Met wat voor identiteit? Ik heb er een hekel aan al die stickertjes die op mensen's hoofd geplakt worden. Met jij bent daarvan en jij bent daarvan. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik zie veel liever dat we elkaar gewoon benaderen als mens. Ja, en ook als buren. Als buren, alles wat menselijk is, dat een kans krijgt. Zonder dat je daar een oordeel over hebt. En Mijntje, heb jij daar ook een opvatting over jouw identiteit? Voel jij je deel van Horen? Ja, nou sowieso is er nu al een paar keer gezegd dat het gewoon vooral echt om de mensen gaat. Dat zei jij aan het begin ook al. En daar ben ik het zeker mee eens. Ik vind het, soms zit ik met een vriendin bij de haven en dan zie je zoveel verschillende types langslopen. En dat is echt geweldig. En dan vraag ik me ook af wat zij allemaal meemaken en zo. En dan soms heb je wel dat mensen elkaar niet zo goed begrijpen. Maar dat is dus ook dat stukje empathie. Omdat het af en toe lastig is om elkaar in te beelden. Maar alsnog worden de meesten wel gewoon gerespecteerd. En dat vind ik echt geweldig. Dat zie ik ook op mijn school. Dat echt mensen met groen haar komen en weet ik veel. En dat vind ik heel leuk. Leuk. Davy, wilde jij wat zeggen? Ja, nou, even over wat ook identiteit is. Voor mij verhoren. En dat zie je vooral nu het fantastisch weer is. Is dat mensen massaal naar het water toe trekken. Ja. Omdat er A, verkoeling is, maar B, er ontstaat reuring. En dat is ook mooi om te zien. Dat is ook echt iets wat, denk ik, onze identiteit maakt. Dat we toch automatisch naar het water toe trekken en daar een positieve vibe vinden of zo. Mooi. Denk ik. Ja, de geografie bepaalt ook een deel van de identiteit. Hè? Adam, wat is voor jou de identiteit van Horen? En wat zie je dan? En wat ben jij dan? Hè? In hoeverre ben jij Horinees? Ja. Nou ja, ik heb wel. Ik zie, persoonlijk vind ik toch wel de identiteit van Horen, toch wel die samenhorigheid en het wederzijds respect naar elkaar. Want die vraag die jij net stelde, het is niet dat ik ooit ben geweigerd of iets dergelijks. Ik heb zeer positieve ervaringen. Inderdaad, wat Levi ook aangeeft, ook in de zomermaanden, als je dan even naar de hei gaat of naar het Schelpstrandje. Het is gewoon een hele goede vibe daar, positief sfeer. Iedereen mag er komen, niemand valt op? Nee, het is gewoon echt gewoon rustig, chill. Iedereen is gewoon goed met elkaar. En dat is toch wel iets wat kenmerkend is voor de identiteit van Horen, vind ik. Ja. Een van de redenen waarom we ook het onderwerp identiteit op tafel willen hebben, is ook gerelateerd aan de toekomst van Horen. Want vooral het stadsbestuur zegt, we willen een stad worden in de toekomst waar iedereen zich horen naar voelt of Horinees voelt. En zich ook gelijkwaardig voelt, als gelijkwaardige inwoners. Hoe kijken jullie daar nu? Zit de identiteit van Horen daar soms in de weg? Dat iedereen zich gelijkwaardig voelt? Misschien in relatie tot de pijn die Adam net benoemde? Ja, dat kan. Daar zat ik toevallig over na te denken net. Ik denk,
we hebben het net gehad over de pijn die bij groepen mensen ook in horen aanwezig is. En ik denk dat ik die wel kan staven met het woord ongelijkheid. Dat mensen het gevoel hebben dat zij ongelijk gezien of behandeld zijn geweest of worden. En dat er geen erkenning is voor hun verhaal. Horen is in de afgelopen jaren, met name na de Tweede Wereldoorlog, een enorm multiculturele stad geworden. Dat betekent dat er niet alleen verschillende groepen mensen bijeenwonen, maar ook verschillende verhalen, verschillende soorten geschiedenis. En die moet je ook erkennen. En dat betekent dat je hun ook een platform moet geven. Zodat zij zich gehoord kunnen voelen. En dat heeft niet alleen te maken met of je nou een standbeeldje een paar meter rechts en links plaatst, of dat je dat electief inzegt. Maar je moet een platform creëren dat de verhalen van alle Horinees en Hoornaars, dat die samen kunnen komen. En dan kan dat gevoel wat in Hoorn al benoemd is, dat saamhorigheidsgevoel en dat je elkaar als gelijken ziet, dat kan van daaruit alleen maar verder ontwikkeld worden, denk ik. Ja. Zeker. Ja. Dat is de essentie van vrijheid. Ja. Dat je gewoon elkaar accepteert zoals je bent, naar elkaar luistert. Zeker ook naar de achtergronden van mensen, ja. Luistert en kijken of daar een plek voor is. Ja. En met elkaar die plek maken. Maar ik ga daar een vraag over stellen en ik ga me een beetje inleiden. We hebben een Zwarte Pieten discussie en die is in de loop van de jaren veranderd. Hè? Dus de manier waarop we dachten en spraken over Zwarte Piet is in de afgelopen jaren wel veranderd. De manier waarop we kijken naar vraagstukken als het koloniaal verleden en slavernijverleden ook. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met vroeger waren de nieuwe groepen, waren kleine groepen, waren de minderheid. En nu zie je dat zeg maar onze samenleving is echt een multiculturele samenleving. Dus even als voorbeeld Rotterdam. Daar waren de nieuwe Nederlanders in de minderheid. Nu zijn ze bijna in de meerderheid. Dus dingen zijn ook aan het veranderen. En dat gevoel van gelijkwaardigheid is ook aan het veranderen. Dus wat ik merk bijvoorbeeld bij, met name met een jongeren met een diverse achtergrond, die zeggen, ja, vroeger, mijn ouders waren tevreden met tolerantie, maar ja, voor mij is tolerantie eigenlijk niet genoeg. Ik wil gelijkwaardig zijn. Hmm. Ik wil net zoals Mijntje en Aaron behandeld worden. Hoe kijken jullie daarnaar? Er zit een verschil. Hè? En als je heel veel Nederlanders spreekt die zeggen, ja, weet je, heel Nederland is aan het veranderen. Straks zijn we onze identiteit kwijt. Dus dat zijn wel twee dingen die naast elkaar. Hoe brengen we die dichter bij elkaar? Begrip voor elkaar. Daar begint het gewoon mee. Die vrijheid erkennen dat je mag zeggen en denken wat je wil, zonder dat je over je schouder moet kijken of er iemand is die dat respect niet heeft. Ik denk dat daar alles mee begint. En het duurt generaties, want we zijn mensen. En dat betekent niet dat het een knop is die je even omzet. Dat is een totaal manier van willen denken en met elkaar om willen gaan, die gewoon generaties lang duren. En ja. Dat op het moment dat je dus steeds dat verleden meeneemt, hoe belangrijk dat ook voor je mogen zijn, krijg je toch ook elke keer weer dat er clashes ontstaan. Je noemt de Zwarte Pieten discussie. Ik vind het jammer dat ze er zo keihard in zijn gegaan. Want ik wil het wel begrijpen, maar dan moet je met elkaar in gesprek gaan en proberen in ieder geval elkaars standpunten te begrijpen. Dan kun je zeggen, oké, misschien moeten we dat anders doen met elkaar. Dus niet in het mijntje. Ik denk trouwens ook niet dat we onze identiteit kwijtraken. Want ik denk juist dat we onze identiteit verrijken. Door meerdere verhalen te horen en dat soort dingen. En misschien is deel van onze identiteit juist wel die diversiteit. En dat vind ik ook wel mooi. Ja. Misschien is die dat ook al aan het worden. Ja. Adam, ja? Wat vind jij ervan? Ik... Ik hou er sowieso van om even goed te luisteren, maar... Moeten we blijven praten? Ja, uiteraard moeten we wel gewoon blijven praten natuurlijk. Nee, maar dat standpunt van dat we dreigen onze identiteit te verliezen, ik denk ook niet dat het geval is. Ik bedoel, ook wat hij net aangeeft, het begint bij het gesprek aangaan met elkaar, begrip hebben voor elkaar en kijken waar ruimte is voor... niet zozeer veranderingen, maar om meer, hoe zeg je dat? Inclusiviteit misschien? Nee, niet zozeer inclusief, maar dat je elkaar respecteert en daar ook naar probeert te handelen. Zonder dat jouw identiteit kwijtraakt. Ja.
Ik krijg seintjes dat we zo moeten afronden. Misschien nog even Dillian en Bert. Ja. Nou ja, kijk. Raken we onze identiteit kwijt? Of verrijkt onze identiteit? Nederlanders, daar zitten we onder andere over te praten. We zijn een handelsland, hè? Dus we communiceren, we spreken onze talen. We zijn een klein rotlandje, als je over de hele wereld bol kijkt. En ze willen hier graag zijn. Dat is duidelijk, hè? Dat weten we allemaal. En ze willen natuurlijk speciaal in horen zijn. Precies. Maar ik denk compromissen sluiten en naar elkaar luisteren en overleggen en dan een oplossing vinden. En niet zeggen van nou, kijk, onze identiteit van 400 jaar geleden als Nederlander is een hele andere dan nu. En ja, je moet gewoon een beetje meebewegen. En als je niet meebeweegt, ja, dan word je volgens mij ook geen 65 als je niet meebeweegt. En dat ben ik al. Dus Dillian, nee, meebewegen. Meebewegen. Dillian. Maar ik sluit me eigenlijk wel volledig aan bij Mijntje. Nederland is altijd een land geweest van komen en gaan. Verschillende soorten groepen mensen die hier 1000 jaar geleden al terecht zijn gekomen. De sporen daarvan zijn al bijna niet meer terug te vinden. En dat blijft altijd zo doorgaan. Niet alleen Nederland, maar wereldwijd. En ik denk dat op het moment dat je dat weet en elkaar respecteert en elkaar begrijpt. En juist van die diversiteit en van al die verschillende verhalen gaat genieten. Wordt het alleen maar leuker. Ja, mooi. Mooie afsluiting. We gaan afsluiten met Levi. Die gaat ons even meenemen in dit gesprek. Maar het gesprek stopt natuurlijk niet met dit gesprek. Want ik wil de deelnemers van harte uitnodigen om mee te praten over deze onderwerpen. En dat kan ook. Dus deze talkshow wordt uitgezonden. Je kan daarop reageren met hashtag SGHoren. En dan gaat het niet alleen het gesprek hier aan tafel, maar dan zien we ook hoe inwoners uit Horen denken over wat wij vandaag hebben besproken. Ja. Aaron. En de afleveringen van het eerste seizoen van de stadsgesprekken kun je dus zien op www.forummooiestad.nl/stadsgesprekken en Omroep Weef. En aan alle gasten bedankt voor jullie deelname. En alle mensen thuis ook bedankt voor het kijken. De volgende talkshow gaat over inwoners in Horen die met elkaar in gesprek gaan over symboliek en polarisatie en vooroordelen. En dan is nu het laatste woord aan Levi. Oké, ik heb een samenvatting gemaakt over wat jullie allemaal gezegd hebben en tussendoor ook nog wilde ik af en toe wat zeggen, dus ik heb mijn best gedaan. Een talkshow over verleden en over identiteit. Maar allereerst leuk dat we er zijn. Horen is van en voor de bewoners en de mensen. Want dat is wie we zijn. Wat is je mening? Wat zijn de cijfers? Hoe staat de pet? En wat is de peiling? Wat is oud? Wat is nieuw? En hoe combineer je dat? En de vraag is, wat leert je dat? Er zijn dingen gebeurd in het verleden die we niet kunnen vergeten. En hoe geef je dat een plaats? Hoe zit dat dan met de pijn? En hoe is dat dan ontstaan? Hoe staat dat in het perspectief van de tijd? En ik vind vooral dat we lief voor elkaar moeten zijn. En dat we elkaar moeten begrijpen. Dat niet jij en ik, maar dat is beide. Dat is misschien een totaal andere wereld of mensen, maar laten we elkaar beter leren kennen. Want we lopen door dezelfde straten en we komen op dezelfde plekken. En dan zien we hetzelfde plaatje. En misschien komen we elkaar dan wel tegen en misschien kunnen we elkaar dan vertellen. Dat het hier mooi is en dat je in Horen welkom bent. Zolang je maar gewoon jezelf bent. En dat je er mag zijn, die saamhorigheid bij het water, bij de haven, op die plaatsen. Dat we allemaal bij elkaar gelijk mogen zijn. En dat is de essentie van vrijheid. Wat is je standpunt? Dat je gewoon gezellig naar de stad kunt. Dat is compromissen, dat is luisteren naar wat we vinden. En laten we daarbij de juiste oplossing vinden. Prachtig, dankjewel. Dankjewel. Mooi gesproken. Dankjewel.